Dit is de 1 minuut podcast. De podcast waar je elke dag geïnspireerd wordt om in kleine stappen jouw mooiste doelen te bereiken. Denk groot, start klein. Ik ben Leroy en ik heet je van harte welkom bij de 1 minuut podcast. Hey, welkom bij een nieuwe podcast. En vandaag een iets andere podcast dan anders. Ik ga weer een vraag met je delen. Een vraag die ik heb gekregen en het is leuk om dat erbij te pakken. Dus ik zit nu ook eventjes achter mijn laptop en ik pak die vraag er even bij. Want dit is een heel mooi praktijkvoorbeeld van een vraag van in dit geval een vrouw. Die, en op zich kan ik natuurlijk de voornaam ook wel benoemen. In dit geval is dat Carla, die een vraag had ingestuurd. En een hele goede vraag. Over de 1 minuut acties, dus de kleine stapjes die je kunt zetten. En hier lees ik even een stukje van haar mail voor. Ze zegt, beste Leroy, ik had toch nog even een vraagje. Ik vind de filmpjes die je hebt super interessant. Maar wat ik nog lastig vind, is dat je kleine stapjes, 1 minuut acties, moet zetten naar het grotere doel. Maar stel dat je een doel hebt, ik wil bijvoorbeeld gezonder gaan eten of leven. Of is dat dan al een te vaag doel? Nou, als allereerste is dat dus inderdaad een te vaag doel, maar ik zal zo meteen bij het antwoord terugkomen. Begin je bijvoorbeeld met water, maar komt daar dan iedere keer een stapje bovenop? Vraagt Carla. Dus een weekje water en dan bijvoorbeeld daarna een weekje dat je koekjes eraf gaat halen. Dus bijvoorbeeld een koekje minder gaat eten per dag. Of hoe zou ik dat moeten zien op de lange termijn? Nou, hele mooie vraag. Als allereerste onderdeel van dit vragen is dus dat stukje gezonder eten. Dat is dus inderdaad een te vaag doel. Wat betekent gezonder eten? Wanneer zou je gezonder eten? Dus wanneer is het moment dat jij van jezelf kunt zeggen, hey, nu eet ik echt gezonder? Dus wat is daarvoor nodig? En geef antwoord op die vragen, zodat je het antwoord helderder krijgt voor jezelf. En dit geldt dus ook voor een doel die jij misschien als podcastluisteraar nu hebt. Dat je een doel hebt die misschien toch niet helder genoeg is, of die nog een beetje vaag is. Dan maak dat dus dan helder voor jezelf door dit soort vragen te stellen. Dus wat betekent dat voor jou? Wat betekent gezonder eten in dit geval? Maar ook wanneer heb je dat dan wel bereikt? Dus maak het meetbaar voor jezelf. En natuurlijk, wat is je plan om dat doel te gaan bereiken? Nou, daarna wordt er nog een vraag gesteld. Hè? Dus begin je dan bijvoorbeeld met water, maar ga je dat dan met kleine stapjes omhoog doen? Ja, dat kun je met kleine stapjes omhoog doen, maar niet zoals jij zegt, ja, een weekje meer water drinken en dan vervolgens meteen al een week koekjes gaan doen. Dat is te kort, dat is ook het antwoord wat ik terugstuurde. Dus dat is meestal te kort. En dus je wilt net zo lang dat ene glas water blijven drinken totdat het een gewoonte is geworden. Nou, dan is natuurlijk de vraag, ja, wanneer weet je dat? Nou, dat zou je voor jezelf moeten aanvoelen. In het VIP coachingsprogramma deel ik heel precies hoe je dat kunt doen. En train ik daar mensen in, want dit heeft te maken met een heleboel factoren. En dat is niet dat ik dat in een paar minuutjes met je kan delen. Dat lukt ook niet in een uurtje. En daar heb je gewoon veel meer tijd voor nodig. En het is heel persoonsafhankelijk. Dus dat kan ik niet nu. Het wordt een algemeen advies in plaats van dat het heel persoonlijk wordt. Dus je kunt dat net zo lang blijven doen totdat het een gewoonte is. Laten we zeggen 1 glas water meer drinken per dag. Dat kun je vrij snel een gewoonte van maken. Het is een vrij kleine gewoonte die je kunt aanpassen. Maar nogmaals, voor de een kan het moeilijker zijn dan voor een ander. Maar pas daarna wil je door naar een volgende. Dus wat ik ook aangeef, ja, 1 week is meestal veel te kort. Ook voor hele simpele gewoontes is dit gewoon te kort. We onderschatten vaak hoe snel we een gewoonte kunnen veranderen. En overschatten vaak ja, wat de effecten kunnen zijn op de lange termijn als je het net iets langer blijft volhouden. Dus probeer daar voor jezelf op te letten. Nou, Carla die stuurt vervolgens ook terug hè, op mijn reactie. Ik vind het toch nog wel een beetje lastig om dat dan goed te kunnen doen. Het duurt volgens mij 66 dagen voordat een gewoonte is gevormd. Nou, daarop reageerde ik ook van, nou, er is 1 onderzoek die aantoont inderdaad. En het is ook een vrij goed en uitgebreid onderzoek geweest. Die aangeeft van, nou ja, het kan inderdaad 66 dagen duren. Maar ook hier geldt, het is heel erg afhankelijk. Je kunt dat niet zomaar zeggen hoe lang dat duurt. En een glas water drinken zal over het algemeen gewoon minder tijd in beslag nemen. En want je schrijft hier ook nog, dus dat betekent dan eigenlijk eerst 66 dagen een glas water drinken voordat je weer verder kan. Ja, in principe betekent dat dan. Maar het hoeft dus niet per se die 66 dagen te zijn.
pin je niet vast op een bepaald termijn. Het is heel persoonsafhankelijk en een onderzoek geeft wel een richtlijn misschien, maar niet precies dat. Er zijn ook heel veel mensen die een gewoonte willen veranderen in 66 dagen, dat elke dag doen en vervolgens niet meer doen en dan is het nog steeds geen gewoonte. Dus pin je daar niet te veel op vast. En je zegt, of zou je er nog een actie bij doen? Nee, sowieso geen acties erbij doen. Je hebt één 1 minuut actie en voor de rest niks anders wat je erbij doet. Want de gewoonte veranderen, nogmaals, we onderschatten vaak hoe moeilijk het is om een gewoonte te veranderen. Hoe vaak zie je het wel niet dat mensen terugvallen in oud gedrag. En je kunt weken of maanden lang kun je bijvoorbeeld bezig zijn met afvallen. En dan heb je je streefgewicht. En vervolgens na een week of een paar maanden of misschien zelfs een jaar val je weer terug in het oude gedrag. En dat wil je dus niet. Je wil dat je leefstijl verandert. En daar heb je die gewoontes voor nodig om die aan te passen. En je schrijft ook, hè, anders gaat het, maar en moet ik dan die 60 dagen dus dat glas water drinken? Anders gaat het wel heel lang duren voordat je er iets anders bij kan voegen. En tot je grote doel komt. Nou, dat is interessant. Dat is een heel interessant stukje wat je daar zegt. Want gevoelsmatig, dat schrijf ik ook terug aan Carla, gevoelsmatig heb je gelijk. En dat is ook de reden dat veel mensen terugvallen in oud gedrag. We willen te veel tegelijk veranderen. Dus hou het simpel voor jezelf. De gewoonte die jij wilt doorvoeren kost over het algemeen dus minder tijd, omdat het een kleine gewoonte is. Daardoor kun je het makkelijker toepassen. Maar wat ik er ook bij zeg, is stel jezelf voor dat jij iets meer tijd pakt om één actie tegelijk te gaan uitvoeren. Dus bijvoorbeeld dat glas water, nou stel je doet dat wel 66 dagen. En dan zou het normaal gesproken echt wel een gewoonte moeten zijn ook. Maar dat hoeft niet per se. Zou jij dan liever zeggen van oké, die 66 dagen focus ik mij op meer water drinken in dit geval. Dus laten we zeggen één glas per dag meer water drinken. Dat je alleen die actie hebt, maar dan ook zeker weet van oké, ik doe die actie 66 dagen, maar ik heb daar de rest van mijn leven profijt van. Want het is een gewoonte geworden. Of zeg je nu van nou weet je, ik ga dat korter doen. Ik ga 20 dagen, ik ga één week meer water drinken. En vervolgens ga ik er nog een doel bij doen. En vervolgens doe ik er nog een doel bij. Of je pakt meteen verschillende acties die je allemaal gaat doorvoeren. En na een paar maanden val je weer terug in oud gedrag. Ja, wat wint dan uiteindelijk? Ja, dus wat gaat uiteindelijk dan langer duren? En het antwoord is natuurlijk dan heel simpel ook op die vraag. Die ene actie is, gevoelsmatig gaat dat heel erg lang duren, maar eigenlijk is het heel kort. 2 maanden besteden aan deze ene gewoonte veranderen en daar de rest van je leven profijt van hebben, omdat je daar een gewoonte van hebt gemaakt, dat is kort. Maar zo voelt het vaak voor onszelf niet. Hè? We willen nu al die verschillende dingen doen. Dus hou daar heel veel geduld in. Geduld is echt een toverwoord wat dat betreft. En probeer dat juist op zo'n manier aan te pakken. Nou, in deze podcast heb ik dus even een vraag beantwoord over die kleine stapjes, hoe je dat kunt gaan zetten, nu met het voorbeeld van meer water drinken. Maar jij hebt natuurlijk ook jouw eigen voorbeelden die je hierbij kunt gebruiken mogelijk. Laat me eventjes weten in een reactie op deze podcast, heb jij een vraag over die 1 minuut actie, over die kleine stapjes of naar aanleiding van deze podcast? Heb jij het al ervaren dat je veel verschillende doelen wil doen, dat allemaal wilt aanpassen en daardoor juist wel iedere keer terugvalt in oud gedrag? Heb jij al wel eens een focuspunt gelegd op 1 actie. Ik hoop het wel. En zeker als je luistert naar deze podcast, is de kans wel groot dat je dit al eens hebt gedaan. Of in ieder geval hebt geprobeerd. Laat mij dan de ervaringen even weten met die 1 minuut acties. Ik ben heel benieuwd naar jullie resultaten tot nu toe. Mocht je dus een vraag hebben, plaats die dan ook eventjes bij een reactie onder de podcast. Dat kan in ieder geval, het ligt eraan waar je de podcast luistert, maar anders, je kunt dat in ieder geval op YouTube doen. Dus tik dan even mijn aflevering in op YouTube en laat daar je reactie achter onder de podcast. Dat. Dus doe ermee wat je wilt. Heb geduld. Hou focus op 1 doel tegelijkertijd. Probeer voor jezelf dus aan te voelen wanneer het wel of geen gewoonte is. En als je denkt of nog twijfelt, ga dan nog even door met die gewoonte. Totdat je niet meer twijfelt en echt het idee hebt van nou, dit zit er wel heel goed in. En ga dan pas door naar iets anders. Dus dat wil ik met je delen. Ik hoop dat je iets hebt aan deze tips en deze waardevolle ontmoeting of waardevolle gesprekstof, discussie samen met Carla in dit geval. Carla, ook bedankt voor jouw vraag. En ik hoop jou natuurlijk dan de volgende keer weer te zien. Veel succes met jouw kleine stapjes en kleine acties. En dan spreken we elkaar de volgende keer weer. Denk groot, start klein.
Bedankt voor het luisteren. Geloof jij net als ik dat je in kleine stappen jouw mooiste doelen kunt bereiken? Abonneer je dan op mijn podcast voor meer dagelijkse tips en inspiratie. Laat me weten wat je van de podcast vond, deel de inspiratie en geef het door.